Goedenavond en welkom bij het nieuwe normaal. Waarom spreken we steeds over het nieuwe normaal? Wanneer is normaal nieuw? Bestaat er ook zoiets als een oud normaal en normaal? Wat is dat eigenlijk? Zo mag ik dadelijk in gesprek gaan met twee personen die het maar normaal vinden dat vrouwen op gelijke voet staan als mannen. Mijn ene gast heeft de voorbije jaren heel wat films en tv-series gemaakt. Tegelijkertijd gaf mijn andere gast het beste van zichzelf, gaande van theater tot op de set van film en televisie. Hoe zij hun stem gebruiken voor een inclusief filmlandschap en zo de wereld van morgen willen vormgeven. Dat en zoveel meer bespreek ik het komende uur graag met Cecilia Verheijden en Aminata Demba. Dag Cecilia, dag Aminata. Hallo. Fijn dat jullie erbij zijn. We gaan het vandaag over een heleboel dingen hebben natuurlijk, want jullie zijn allebei actief als regisseur en als theatermaker en actrice. Ja. Daarnaast gebruiken jullie ook jullie stem, maar soms is het ook heel belangrijk om wel gewoon de focus te houden op het feit dat jullie wel in eerste instantie artiesten zijn. En daar wil ik het ook eerst met jullie over hebben natuurlijk. Voordat we naar daar gaan, heb ik ook een vraag voor jullie. Wanneer was de eerste keer dat jullie je niet normaal voelden? Goeie vraag. Ik denk dat ik me altijd wel normaal heb gevonden, maar ik denk dat ik wel op een bepaalde leeftijd geconfronteerd ben geweest met het feit dat er een wereldbeeld bestaat over bepaalde mensen en dat die dat projecteren, het niet-normale of het abnormale of het anders. Maar dat is nooit iets van binnenuit geweest. Ik heb mij van binnenuit nooit abnormaal of heel... Dat is anders gevoeld of zo. Mm-hmm. Van nature, hè? Dat is echt de projectie van buitenaf. Dat maakte van, wacht eens. Ik word hier anders gezien dan hoe ik mezelf ervaar in deze wereld. Ja. En dat is wel een confrontatie geweest, ja. Bij mij denk ik dat dat wel teruggaat naar mijn jeugd, de puberteit. Zo het moment, ik ben opgegroeid met drie broers in een familie met heel veel jongens. En waar was jij? De derde. Dus er kwam een moment dat mijn broers zo wat over meisjes begonnen te praten, op een bepaalde manier. En ik dacht, ik ben zo geen meisje. Ik ben precies een ander soort meisje of zo. Of ik ben niet zo dat typische vrouwelijke meisje waar dat zij het over hebben, terwijl ik mij wel een meisje voel of zo. En ik weet dat daar wel zo heel wat vragen zijn gekomen bij mezelf, omdat ik rondom mij, mijn vriendinnen waren ook heel vrouwelijk en ik was zo wat meer jongensachtig. En tot op een bepaalde leeftijd is dat jongensachtige oké. En dan toch begint dat zo toch wat op te vallen of zo. Dus ik denk dat dat teruggaat naar die tijd. Grappig, want bij al mijn gasten is dat ongeveer hetzelfde. Bij mezelf ook. Dat er altijd op een bepaalde leeftijd was dat je eigenlijk zelfs niet bewust bent. Dat je daar zelfs niet mee bezig bent. Want ik zou zeggen, het voelt natuurlijk aan. En vanaf dat je ziet hoe dat de ander naar je kijkt natuurlijk, verandert ineens die perceptie rond, ben ik wel normaal of zijn zij niet normaal? En dan, afhankelijk hoe je daarmee omgaat natuurlijk, kan dat een lange lijdensweg zijn. Ja. Nog zo'n leidensweg. Jij hebt wel, ik weet niet of dat een leidensweg was, maar jij bent wel gewoon naar school gegaan voor regisseur te worden. Mm-hmm. Hoe is dat traject verlopen? Heb jij daar een fijne ervaring aan overgehouden? Aan de opleiding zelf bedoel je? Ja, ik heb daar wel een goed gevoel aan overgehouden. Dat was niet zo evident in mijn familie. Ik denk dat dat in veel families niet evident is om naar de filmschool te gaan, omdat daar altijd zo over gezegd wordt, dat is geen toekomst, je gaat je geld verdienen. Maar ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan. Ik moet zeggen dat ik ook wel een beetje een seut ben, dus dat ik zo wel echt naar alle lessen ging en alles eruit haalde, zelfs nog extra dingen vroeg aan docenten en dat ik daar eigenlijk heel veel heb uitgehaald. Ik voelde mij wel een beetje anders dan de anderen, ook daar misschien zo, omdat iedereen was heel hard met kunst en kunst maken en heel zag zichzelf heel hard als kunstenaar, terwijl ik dat nog altijd moeilijk vind om mezelf als kunstenaar te zien. Of zo. Vandaag nog ook steeds? Ja. Ik zal dat niet zo snel zeggen over mezelf. En dat ik zowel mij afvroeg van... Pas ik hier wel? Ik heb bijvoorbeeld ook op een bepaald moment moet je een keuze maken of je film of televisie gaat studeren. Ik heb dan ook voor televisie gekozen, omdat ik dacht van filmmaker, dat weet ik niet of ik dat kan en of dat ik daar artistiek genoeg voor ben. Terwijl ik dat nu wel intussen heb gedaan. Maar, en was die verhouding op je opleiding al
man-vrouw verhouding, zat daar al een soort balans in? Of hoe heb jij dat? Nee, helemaal niet. Nee, ik denk dat dat misschien ook de reden is dat er in de filmklas waren ze denk ik met 15 en daar waren maar 2 vrouwen. En in de televisieklas waren er net iets meer vrouwen. Dus het zou ook wel kunnen dat ik me daar dan misschien toch wat veiliger voelde en zo wat voelde van dat is dan misschien toch wat meer mijn plaats. Dat is erg eigenlijk. Maar wat je zei er straks, van, dat je twijfelde van oh, zou ik deze wel kunnen? Sophie van Bouwel heeft dat in een studie blijkbaar rond vrouwen die inderdaad opleidingen volgen, dat die inderdaad kritischer zijn naar zichzelf dan mannen in dezelfde positie. Mannen houden zich minder tegen door vragen van ah, ja, is dit wel, kan ik dit wel? Ja. Ben ik goed genoeg? En vrouwen zijn iets kritischer, waardoor dat ze... Ja. Want kan dat misschien komen, want daar gaan we het straks nog over hebben, omdat er gewoon ook minder representatie is. Hè? Het is gewoon sowieso geweten. Ik weet dat ook bijvoorbeeld. Je kan pas geloven in jezelf als je ook natuurlijk het bewijs hebt van mensen die daar natuurlijk ook staan. Zou dat daar iets mee te maken hebben? Zeker. Of? Ja, dat heeft sowieso zijn invloed. Ik denk dat je daar niet om kunt, ja. Want heb jij altijd geweten als kind dat je op het podium wilde staan en film en televisie en spreker wilde zijn? En... Ja, altijd. Ik heb dat vroeg geweten. Dus ik denk dat mijn allereerste podiumervaring was voor mijn 9, dat weet ik. In de Kleinstraat ging ik op school en dat was zo een jaarlijks kinderfeest. En dat was zo mijn eerste podiumervaring. Maar toen had ik die klik niet. Ik denk dat dat bij mij echt is gekomen later. Rond mijn 10 jaar met een Sinterklaasfeest. En ik moest de presentatrice spelen. En toen had ik de smaak te pakken. En dan een jaar later weer al door naar een film te kijken en echt thuis in mijn zetel helemaal ontroerd te zijn. En ik dacht, dit wil ik doen. En toen was dat acteren. Dan zei ik van, ja, ik wil actrice worden. Maar eigenlijk wou ik voornamelijk mensen ontroeren via het medium televisie eigenlijk. En nu maakt het eigenlijk niet uit via welk medium. Het is vooral dat gevoel van dat je iets doet via een bepaald medium en dat je daarmee mensen raakt. Ik denk dat dat dus breder is geworden. Ja, en dat doe je ook, want Pelikaanstraat 20 is een film-docu die jij gemaakt hebt eigenlijk. Mm-hmm. Waarin jij, jij kan het denk ik beter vertellen dan ik, waarin je op zoek gaat naar je vader en zijn verhaal hier natuurlijk in België. Ja, Pelikaanstraat 20 heb ik gemaakt samen met mijn regisseur, dus Leslie Verbeek, vanuit een noodzaak die ik voelde, omdat ik het gevoel had dat er een verhaal was hier in Antwerpen rond die eerste generatie West-Afrikanen, die hun weg naar Antwerpen hebben gevonden, dat zou verdwijnen als het niet verteld zou worden. En ik voelde... Als mijn generatie het niet doet, dan is het echt weg. Dan is dat verhaal alsof dat dan nooit heeft bestaan. Want je komt het niet tegen in boeken, in documentaires, in films. We horen wel zo het Congolees migratieverhaal, Marokkaans. Maar West-Afrikanen en die verhaal, dat toch wel echt aanwezig is in Antwerpen, was weinig over geweten. En ik voelde gewoon de noodzaak, ik moet dit verhaal vertellen. Mm-hmm. En via mijn verhaal. Dus, en op die manier ben ik zelf op zoek gegaan naar wat is dat verhaal eigenlijk van mijn vader? En waarom is hij naar België gekomen en hoe heeft hij dat ervaren? Dus ik moest zelf die vragen op gaan zoeken en proberen te beantwoorden. En ik wou gewoon een publiek daarbij bij betrekken, omdat ik denk ik het belangrijk vind dat wij zijn tweede generatie, derde generatie, dat je je verhaal achter u, dat u stuurt, eigenlijk ook een beetje kent. Mm-hmm. En ik heb mijn ouders heel vroeg verloren, waardoor ik niet aan tafel kon vragen, ja, zeg, vertel nu eens. Mm-hmm. Waardoor dat ik die zoektocht dan ben gegaan. Maar voornamelijk ook, want eigenlijk heb ik die film gemaakt toen ik 27 was. En dat proces is begonnen rond mijn 19. Want dan is mijn moeder overleden en dan ben ik heel vaak naar Mali beginnen gaan. En plots begon ik te beseffen van, wacht eens, hier zit dit wat ik hier onderneem, die zoektocht, dat is iets heel belangrijk en ik kan via mijn verhaal wel iets vertellen aan mensen die zich daarin herkennen. Dus het was eigenlijk wel vanuit een vertellersmentaliteit dat ik die documentaire heb willen maken en ook vanuit die noodzaak van het verhaal moet gekend zijn. Of ja, moet gekend zijn en alle geluk dat het gekend is geraakt, want anders geraken zo'n verhalen gewoon weg. Als die eerste generatie Marokkaanse migranten, als die weggaan en die hun verhaal is niet verteld, ja, dat is, ik vind dat heel erg. Ik vind dat en ook confronterend. Wat ik zelf als maker ook heel belangrijk vind, door zelf ook de pen vast te houden van het verhaal, ga je ook natuurlijk het verhaal kunnen schrijven vanuit u.
blik eigenlijk. Ja. Want wat er dikwijls is gebeurd natuurlijk in het verleden en nu nog steeds, is dat heel veel witte makers verhalen vertellen van mensen van kleur. En dat is natuurlijk weer een heel andere perceptie. Want dat is natuurlijk, ja, je hebt daar een heel andere realiteit die daarop projecteert. Zijn dat dingen waar jij op let voordat je een film begint te maken? Of start dat bij u altijd ook gewoon uit de nood om een verhaal te vertellen? Bij mij zijn er eigenlijk twee pistes. Ik werk enerzijds in opdracht. En dan, opdracht, dat wil zeggen dat een verhaal tot bij mij komt of een project komt tot bij mij en wordt er aan mij gevraagd van, heb jij zin om daarmee aan de slag te gaan? En dan ga ik wel vaak kijken als zo'n verhaal, als ik zo'n verhaal lees, van klopt dat voor mij? Zitten daar dingen in die voor mij niet oké zijn? Valt het mij op dat er veel mannen in bepaalde rollen zitten en te weinig vrouwen of dit of dat? Dus dat is één optie. En een andere optie is dat ik zelf een verhaal initieer of dat ik zelf iets bedenk. En dan merk ik toch dat de verhalen die ik zelf schrijf, en dat is dan tot nu toe vooral in kortfilms zo geweest, maar nu ook een langspeelfilm die ik aan het schrijven ben, dat gaat toch wel over dingen die heel persoonlijk zijn of die persoonlijk zijn en die vanuit mij vertrekken. Dus ik snap de noodzaak ook om persoonlijke verhalen te brengen. Ik denk ook dat dat belangrijk is. Dit is ook het verhaal dat ik nu schrijf. Het gaat ook over een meisje met broers en die zoekt haar weg in het gezin, enerzijds, maar ook binnen zichzelf. Dus ik vind het wel belangrijk dat mensen die zelf dingen ervaren, die ook kunnen vertellen. Ik geloof ook in combinaties. Bijvoorbeeld als ik als witte persoon toch de noodzaak voel om een verhaal te vertellen over iets dat mij aangrijpt, over iets dat ik niet ken, dan vind ik dat dat ook moet kunnen, maar dan moet ik me daar ook bewust van zijn en de juiste mensen daarbij betrekken. Dat vind ik wel heel belangrijk. Want dat is ook waarom dat zo'n sterk medium is natuurlijk. Je kan verhalen vertellen. Je kan ook mensen daarmee ontroeren. Je kan daar ook gewoon mensen ook een beeld mee geven. Mm-hmm. Wat er in het verleden dikwijls, jammer genoeg, ook verkeerd toch is in mijn ogen is gebeurd. Heel veel stereotypen die in film blijven terugkomen. Mm-hmm. Want Cecilia, jij richtte mij een aantal vrouwelijke regisseurs van dat collectief op. Ja. Dat is inderdaad een groep vrouwen die dat heeft. Vrouwelijke regisseurs die dat hebben opgericht. En waarom? Omdat wij merken dat er zowel achter de schermen als voor de schermen te weinig diversiteit is. Dat is eigenlijk heel kort samengevat het uitgangspunt. En we worden vaak als feministisch bekeken, maar we zien het. Het is ook heel belangrijk. Dat gaat voor ons niet alleen over meer representatie door vrouwen, maar we zien dat intersectioneel. Dus dat wil ook zeggen mensen met een migratieachtergrond, LGBTQ, mensen die minder kansen hebben gekregen. Dus wij vinden dat belangrijk om dat onder de aandacht te brengen, om daar gesprekken over te voeren, om daar bewustmaking rond te creëren, dingen in gang te zetten, met elkaar te praten en elkaar ook te steunen. Dus, Minata, zijn zo'n initiatieven zinvol? Absoluut. Noodzakelijk, denk ik zelfs. Ja, ja, ja. Want ik vind zeker. Dat ook altijd bewonderenswaardig. Hoe dat, uiteindelijk willen jullie in eerste instantie gewoon verhalen vertellen. Mm-hmm. Laat ons eerlijk zijn. En tegelijkertijd merk de helft van de tijd, ik spreek ook zelf uit ervaring, dat je soms bezig bent met meer bijna een agenda te pushen, waarvan je denkt, van ik wil eigenlijk deze helemaal niet pushen, maar het is wel nodig, want ja, anders gaat er geen verandering gebeuren. Of is er veel sisterhood in de Vlaamse filmsector? Ah, wel, ik denk steeds meer. Ik denk dat we sowieso als regisseur ben je vooral met je eigen projecten bezig. En ik kom daardoor niet zoveel in contact met andere regisseurs. En dat was denk ik voor mij ook, als ik heel eerlijk ben, een beetje een zwart gat, omdat ik wel veel projecten had en mij niet te veel vragen stelde, tot je je toch op een dag vragen begint te stellen. En dan kun je het ook niet meer niet zien dat er een probleem is. En dan begint je toch gesprekken te voeren en dan leert je andere maaksters kennen. En dan, ik heb wel het gevoel dat met Wanda dat absoluut ontstaan is. En daar wordt veel onderling gecommuniceerd en dingen opgemerkt en dingen in gang gestoken. En iedereen gebruikt zijn talenten en connecties om dingen te doen bewegen. Mm-hmm. Dus ik heb dat gevoel wel, ja. Ja. Ja, ik spreek meer vanuit actrice. Dus, want in de filmwereld hebben we natuurlijk echt wel bubbels. En ja, regisseurs gaan elkaar makkelijker vinden. En dan denk ik dat ik meer kruis met acteurs of zo. Mm-hmm. Ik kom ook echt van de theaterwereld. Maar sisterhood, dat vind ik moeilijk om te beantwoorden, want ik voel in mijn ervaring wel een soort isolement in wat ik tegenkom. En
Als ik probeer te initiatieven op poten te stellen, is het vaak wel moeilijk om dat collectief bijeen te krijgen. Mm. Of zo, omdat we allemaal zo wat, precies onze eigen strijdjes zo aan het voeren zijn. En die collectieven bestaan net beginnen zich nog maar net te vormen of zo. Dus al die jaren daarvoor is dat wel altijd een heel persoonlijke ervaring geweest dat je misschien deelt met een collega-actrice of een collega-regisseur, maar nooit echt op een breder platform. Dat is nu wel een beetje meer aan het beginnen. Maar dat is echt recent. Dat is echt iets heel recent. Dus... Ik denk ook wel dat dat komt, omdat je... Ja, jij zit gewoon op meerdere intersecties, op meerdere kruispunten, mm-hmm. als je naar intersectionaliteit gaat kijken. Dus dat, jij hebt ook gewoon meer glazen plafonden waar dat je eigenlijk moet tegenop botsen. Ja. Want is dat iets wat dat jullie ervaring mee hebben gehad, met glazen plafonds? Hebben jullie daar... Dat is natuurlijk heel moeilijk om... Want ik weet niet wanneer er in een vergadering gezegd is geweest we gaan dat niet aan Cecilia vragen, want... Ja, dat is een vrouw. Nee. Dat weet ik niet. Dus ik weet niet welke kansen ik al heb gemist, omdat ik een vrouw ben. Maar sowieso, want er is wel onderzoek. De laatste jaren wordt daar ook meer onderzoek naar gevoerd. En dat is ook wel heel belangrijk, want dan heb je harde cijfers. En dan zie je wel echt van de grote budgetten gaan nauwelijks naar vrouwen, tv-producties, reeksen. Dat wordt meestal aan mannen gevraagd. Dus ja... Ik zal het niet altijd weten wanneer ze mij toch niet kiezen omdat ze twijfelen aan mijn capaciteiten omdat ik een vrouw ben, maar het is zeker zo. Anderzijds is het ook zo dat ik ook wel al kansen heb gekregen omdat ik echt... Ja, dat is ook wel... Nu bijvoorbeeld ben ik in de running voor een project en ik weet dat ze een vrouw willen en dat voelt heel dubbel. Nee. Ja. Moet u daar niks van aantrekken? Nee, ik weet het. Maar soms ik denk van maar ik hoop dat je mij ook kiest. Om, dat gaat over die quota ook wel zo'n. Ik ben wel echt een voorstander van zachte quota en niet van harde quota. Uiteindelijk denk ik wel dat. Het Filmfest Gent bijvoorbeeld is daar heel veel over quota gesproken geweest. Ja. Hè? Moeten we ze invoeren? Moeten we ze niet invoeren? Ik ben voorstander van ze in te voeren. Mm-hmm. Ik ben zelfs voorstander van Stella Bergsma bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is dat ook schrijver en opiniemaker in Nederland. En zij zei ook van, er moet gewoon meer vrouwen. Al zijn het onbekwame vrouwen, er moet gewoon meer vrouwen. En ergens heeft zij een goed punt, want heel veel van die mannen zijn ook onbekwaam. Ja, dat is waar. Maar omdat dat mannen zijn, ga ik die wel... Dus ik ben echt wel voor quota, want anders kan je meer druk uitvoeren, denk ik, dat er gewoon inderdaad meer vrouwen en meer kleur gaat komen en moet komen. Maar de quota heeft al bewezen dat door quota ongelijkheid wordt weggehaald. Ja. En de ongelijkheid is nu gewoon te groot. Mm-hmm. Wat vrouwen betreft, wat kleur betreft, nog groter. En het probleem bij kleur is, er is nog te weinig onderzoek. En dat is een sector dat heel graag aan de hand van onderzoek... Eerst moeten de cijfers er komen voor we er echt over gaan praten, voor we er echt iets aan gaan doen. En dat is een beetje het probleem bij kleur, want dat onderzoek is heel miniem. Mm-hmm. En zeker al niet zo heel breed. Dat moet nog beginnen. Dus voordat we echt harde cijfers gaan hebben, spreken we maar over 5 jaar. Ik heb geen zin om hier nog 5 jaar op te wachten. Jij niet. En de jeugd en gewoon mensen die hier leven en werken, willen daar ook geen 5 jaar meer op wachten. En ik denk, als het dan gaat over vrouw, ik denk dat Cecilia al langer dan vandaag of al langer nog voor de cijfers wist, er klopt iets niet in deze sector. Vanuit een buikgevoel, vanuit wat je allemaal tegenkomt. En als je dat dan collectief met verschillende vrouwen meemaakt of ervaart, dan moet er over gesproken worden. En dat is wel ook het geval bij mensen van kleur. Wij weten allemaal, er klopt iets niet. En we horen het eigenlijk ook van de mensen in de sector zelf. Er zijn scenaristen die tegen mij zeggen, Aminata, ik wil heel graag een rol schrijven met een zwarte in de hoofdrol, maar dat gaat gewoon er niet doorkomen. Ze gaan het niet nemen, want de excuses zijn, maar onze Vlaamse kijker gaat daar zich niet in herkennen. Of casting directors die zeggen, we willen wel kleur... voorstellen. Maar dan gaan die agentschappen zeggen soms vlak af. Nee, wat moeten we doen? Onze klant laten gaan. Dus er zijn wel mechanismes aanwezig. En we moeten gewoon, denk ik, als sector durven zeggen, oké, staan we hiervoor of staan we hier niet voor? En is dat een realiteit? We bespreken het en hoe pakken we het aan? En dat is een gesprek dat volgens mij gewoon niet zo open gedaan wordt in de sector. Ja. Daarbuiten, binnen de podiumkunsten, al heel lang, waardoor dat je ziet dat er wel verschuivingen... Ik weet dat ik in de podiumsector aan tafel met mijn fellow collega's het uitgebreid daarover kan hebben, want dat is een gesprek dat we al heel lang hebben en soms gaat er hard aan toe, maar dat is wel gaande, waardoor dat er hier en daar wel wat kan verschuift. Maar
Ik denk dat dat echt iets is dat nog moet beginnen in de filmsector. Ik hoorde iemand zeggen met ons project op Filmfest Gent dat dat de eerste keer was dat dat op zo'n platform echt zo besproken wordt. Mm. Ik ben 33 jaar, ik vind dat echt hallucinant. Mm. Dat dat op mijn leeftijd de eerste keer is. Want, omdat ik hier ben geboren en getogen en ik weet, ik ben niet de enige. We zijn hier derde, vierde generatie. En ik weet dat er heel veel mensen voor mij zijn geweest. Dus ik verschiet ervan dat dat gesprek op dat platform nu pas op die manier wordt gevoerd en dan nog is er heel veel weerstand. Mm-hmm. Dan nog is er nog, ja, maar bewijs het is met cijfers. En op wat is dat gegrond? Mm-hmm. Een soort houding, terwijl we allemaal weten, er is een probleem met ons wereldbeeld, met de verhalen die we vertellen. Absoluut. Absoluut. Dus van waar die weerstand? Ik versta die weerstand totaal niet. Want over cijfers gesproken, slechts 16% zijn... In België zijn regisseurs zijn vrouwen eigenlijk, maar terwijl het er wel evenveel mannen als vrouwen afstuderen. Ja. En van die 16% zijn het dan ook voornamelijk witte vrouwen, wat dus ook nog ook een probleem is. Mm-hmm. Ja. Want is dat iets... ik denk wel dat natuurlijk met een Wanda-collectief kun je ook gewoon de sector interessant maken voor vrouwen. Want opeens, ik verschoot ook toen ik dat zag dat dat opkwam, dat ik dacht van, amai, er zijn eigenlijk wel veel regisseurs die vrouwen zijn. Mm-hmm. Nu hebben ze allemaal een gezicht gekregen, want ik denk dat dat voornamelijk ook het belangrijkste is. Natuurlijk. Ja, tonen dat we er zijn, hè? Ja. Mm-hmm. Absoluut. Want wat ik ook dikwijls zie, is natuurlijk, je ziet dikwijls dezelfde series met dezelfde acteurs, met dezelfde makers, met dezelfde ploeg eigenlijk. Is dat ook iets dat we in de toekomst kunnen aanspreken? Of is dat natuurlijk wel gewoon een soort vorm van ja, binnen een netwerk geraken en maar hopen dat je in dat netwerk kan blijven? Ja, ik denk dat wat er ook gaande blijkt bij de VRT, dat er heel veel vriendjespolitiek is. Dat is de laatste maanden duidelijk geworden dat daar een probleem is. Waarom zien we altijd dezelfde mannelijke presentatoren en gezichten? Dat is duidelijk geworden, dat is eindelijk op tafel gelegd. Want dat is heel moeilijk om dat zelf als maker te gaan zeggen, omdat je schrik hebt om je job te verliezen of zo. Dus dat is gaande en dat is nu blootgelegd. Ik denk dat dat positief is. Want er zijn wel degelijk voldoende makers, vrouwelijke makers, makers met een andere achtergrond en zo, die veel meer kansen moeten krijgen. Dus het gaat pas ook op het scherm gebeuren als het achter de schermen gebeurt. Ja. Dus in die zin moet het achter de schermen beginnen. En mensen die afstuderen, vrouwen die afstuderen, moeten meer ook gemotiveerd worden. Want het ligt ook in onszelf. Zoals ik zelf zei, ik die schrik had om film te gaan studeren, omdat ik dacht van ja, ik ga mezelf toch geen kunstenaar noemen. Ik moet overtuigd worden van het feit dat ik dat wel kan. Mm-hmm. Maar dat is een beetje een vicieuze cirkel, want ik raak overtuigd als ik het ook zie. Mm-hmm. Dus ze zijn er, dat is al een voordeel. Die vrouwen die gaan studeren, die zijn er. Maar er moeten kansen voor hen veel meer gecreëerd worden en daar moet bewust mee omgaan worden. En vandaar quota. Bijvoorbeeld bij het FAF is er nu ook een opdracht uitgeschreven en daar stond heel bewust in, als je 4 projecten indient, moet er minstens 1 van een vrouw worden ingediend. Okay. Dat is eigenlijk jammer dat dat moet gezegd worden, maar dat heeft wel geleid tot het feit dat ik kreeg plots telefoons van productiehuizen die mij nog nooit gebeld hadden van heb je niet iets liggen om te doen? En dat was omdat ze dus echt vrouwen zochten om... Maar op zich vind ik dat nog wel... Ik ben iemand die er toch altijd van uitgaat dat mensen geen slechte bedoelingen hebben. Uh-huh. Dat die mannelijke makers niet zoiets hebben van... Nee, dat is vaak ook onbewust. Ik ga bewust geen vrouwen vragen. Ik ben ook iemand die heel graag wel met nieuwe mensen werkt, maar ook altijd met een vaste klik rond mij werkt, omdat ik mij dan ook niet helemaal moet uitleggen hoe ik in elkaar zit. Uh-huh. Of zo. Dus ik denk dat dikwijls zal dat wel komen uit een plek van gewoon... Ah ja, dat zijn mijn peers met wie ik altijd werk. Mm-hmm. Maar in hoeverre is dat natuurlijk dat zijn mijn peers? Of hier sluit ik gewoon echt andere mensen bewust mee uit, natuurlijk. Dat is die bewustwording bij jezelf. Want ik vind dat ook belangrijk. Dat ik ben ook niet perfect en ik kijk ook naar me... Je moet ook naar mezelf kijken. En zonder dat je daar bewust van bent, ben je vaak heel veel bevooroordeeld. Mm. Bijvoorbeeld, als ik denk aan cameramannen... Ja, het woord zegt het al zelf. Je denkt automatisch aan mannen. En dan is er nu een jonge vrouwelijke camera. Vrouw, ja, logischerwijs. En ik dacht ook even van... Ah ja, oké, okay, ja, dat is wel speciaal. Maar ik voelde dat voor mij toch wel iets bijzonder was. En dat ik heb dan met haar samengewerkt. En die deed haar job uiteraard heel goed. Maar
mijn vooroordeel is toch dat dat iets voor mannen is of bepaalde functies zie je toch. En dat is omdat je dat zo hebt gezien en niet anders gewoon bent. Maar je moet je daarvan bewust worden. Mm-hmm. Ja, en ik denk dat dat belangrijk is van oké, we zijn het gewoon van het... Maar en we zijn het gewoon van het zo te doen, maar inderdaad kunnen we breder kijken en het helemaal anders doen. En ik denk wel dat hier in België wel een beetje een sfeer is van graag in de gewoonte te blijven, graag in dat wat zekerheid biedt. Want die acteur gaat sowieso zoveel kijkers opbrengen, dus we moeten die wel. Praktisch die acteur die je niet kent, die misschien heel verrassend uit de hoek kan komen, die misschien iets minder cijfers, maar maatschappelijk wel iets kan betekenen, zodat het nu, en nu kan het dan iets nieuws zijn en iets anders dan wat we gewoon zijn, maar over een paar jaar dan niet meer. Snap je? Als we dus het nieuwe normaal willen creëren, moeten we durven die stappen ook om. Ja, ik zou daar nog even iets op willen zeggen, want ik heb net een film gemaakt voor Netflix en we hadden onze cast voorgelegd, de eerste rollen die we hadden gecast, en dat was redelijk blank. En dan zei Netflix van, voor ons is dit goed, maar vanaf nu willen we geen enkele blanke acteur meer in jullie cast zien, dus alles wat je vanaf nu cast... moet van kleur zijn. En dat was zo verfrissend. Mm-hmm. En zij zeiden, en dat pik letterlijk in op wat jij zegt, van ze moeten niet groot zijn, wij maken ze wel groot. Ik heb die quote ook al gehoord, wat ik echt fantastisch vind, want Netflix is een succes. Mm-hmm. Dat is duidelijk. Mm-hmm. Dat hebben ze meerdere keren bewezen, met series, met docus, met films. Het is eenders wat. Niet alleen één seizoen, twee seizoen, maar echt winnen er ook prijzen mee. Mm-hmm. Dus dat is toch ook gewoon een mentaliteitsverandering. Dat jij zegt, waarin dat je niet in die gewoonte blijft, waarin dat je inderdaad het olijke zwartje zult vragen voor een rol te spelen en de overdreven homo die een rol moet komen spelen, maar die mensen gewoon in hun diepte en in hun waarde laat en een volwaardige personage laat spelen. Ja. Ik denk dat het echt het blootleggen is van hoe het nu werkt, hoe wij daarin denken, in die werkprocessen, en durven zeggen, oké, dit moeten we anders doen. We moeten die denkpatronen veranderen, anders aanpakken. We moeten die mechanismes die gaande zijn op verschillende vlakken, want de sector is heel breed en werkt een beetje zo, ja, het ene na het andere. Je hebt je scenario en dan, er zijn verschillende fases die op elkaar inwerken. En dat durven bevragen en zien, oké, daar zitten de knelpunten. Maar ja, dat zijn we al aan het doen, want tijdens Filmfest Gent was ook Sophie Van Baal was daar met een keynote speech, waarin dat ze sprak over het Old Boys Network. Mm-hmm. Dus een netwerk van, ja, hoort zich het zelf, van oude jongetjes. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Die eigenlijk constant elkaar versterken, blijven in stand houden. Dat is wat er bij de VRT gaande was de laatste jaren. Want hoe kunnen we dat veranderen? Is dat misschien in het nieuwe normaal iets waar dat we eigenlijk gewoon daar ook... meer nee moeten durven tegen zeggen? Of betekent dat dan ook, jammer genoeg voor ons als makers, dat wij geen werk hebben? Snap je? Is dat is toch ik denk dat je dat als collectief moet doen. Een collega-actrice van mij, witte actrice, ze ging meedoen aan een theaterproductie. En ze zat dus mee in dat beginfase, ideefase, samen met een witte mannelijke regisseur. En zij heeft letterlijk gezegd, oké, dit is een heel goed project, maar ik doe enkel mee als je niet enkel wit cast. Mm-hmm. Anders doe ik niet mee. En zij heeft haar eigen positie daardoor in gevaar gebracht. Maar dat heeft die persoon wel doen nadenken. En inderdaad, dus het feit dat zij daar mee voor vecht, ze moet dat niet, hè, want die kan gewoon ook meedoen met die productie en zich daar totaal geen vragen bij stellen. En dat hebben we meer nodig collectief. We moeten echt met z'n allen zeggen, niet meer. We moeten echt zeggen, hier staan we niet meer voor. Dit zou eigenlijk niet meer mogen anno 2020. En dan gaat het wel werken. Maar als we allemaal apart, en ik strijd voor mijn gevechtje en zij voor haar, dan denk ik dat het nog heel lang gaat duren. Snel hoort je zo van, maar je bent gewoon een gefrustreerde vrouw die geen werk krijgt en je steekt het op het vrouw zijn. En daarom, ik heb voor mezelf ook wel beslist van, oké, ik ben nu 13 jaar als regisseur aan het werken. Ik weet wat ik kan, de mensen weten wat ik kan. En ik voel mij meer in mijn kracht. En ik vind het nu ook mijn taak om mij uit te spreken. En daarom vind ik het belangrijk dat ik bijvoorbeeld hier zit, dat ik deel uitmaak van Wanda. Omdat ik, zoals die witte actrice, dan in een positie ben dat ik gehoord word. En dan vind ik het ook belangrijk dat ik die stem gebruik om...
Dus ik denk dat het belangrijk is dat mensen die al een bepaalde positie hebben, die al zich hebben kunnen bewijzen, dat die het dan opnemen voor mensen die nog moeten eraan beginnen of geen kansen krijgen. Dus ik denk dat dat belangrijk is dat wij onze verantwoordelijkheid nemen, zodat dat landschap verandert. En ook ergens het, hè, dat Old Boys Network natuurlijk, het ergens zal zeker oorspronkelijk gekomen uit inderdaad gewoon dit is het groepje mensen met wie ik op de speelplaats speel en blijf spelen. Ja. Dat is ook normaal, hè? Ja, dus, maar dan in het nieuwe normaal is het ook gewoon normaal dat hè, wat jij doet, dat je de deur openhoudt voor andere vrouwen, omdat je zoiets hebt van, ik weet dat ik niet in mezelf heb geloofd en dat dit mij zo lang heeft geduurd bij spreken. Dus ik ga nu ook gewoon ervoor zorgen dat dat open blijft voor een heleboel andere vrouwen. Ja. Ervaar jij veel weerstand dan van mannen? Of... Ik denk dat ik eigenlijk al op een vrij natuurlijke manier de voorbije jaren die mannen uit mijn leven heb geëlimineerd. Nee, want ik heb over die vraag al nagedacht. En ik ben zo wel een aantal producenten of makers, mensen tegengekomen waar ik zo'n weerstand bij voelde, waarschijnlijk ook om die reden, dat ik daar nu niet meer mee samenwerk. En de mannen, de witte mannen waar ik nu mee samenwerk, zijn ontzettend open-minded en denken met mij mee na of zijn me zelfs voor. Dus ik denk dat dat zo voor mij als een soort van natuurlijke selectie is gelopen. Dat de mannen waar ik nu mee samenwerk, daar voel ik mij echt op mijn gemak bij. En ik weet dat die dezelfde waarden en normen hebben als ik en dezelfde wensen hebben voor het nieuwe normaal dan. Ik denk wel wat niet te onderschatten valt, is de invloed van bewegingen als MeToo en Black Lives Matter. Want ik denk, haal die weg. En het was nog even moeilijk geweest voor haar als witte vrouw en voor mij als zwarte vrouw. Ik denk wel dat dat heeft gemaakt dat de gevoelsprieten iets scherper zijn gestaan en dat witte mensen voor het eerst, of witte mannen, toekoor, wel echt bereid zijn om te zeggen, wacht eens even, ik ga hier luisteren, want anders ben ik de grote pineut. En omdat hun eigen positie echt in gevaar is gekomen, dat nu die blik breder is en de zoektocht om het zelf te ondernemen, van oké, wat kan ik zelf vanuit mijn mannelijke positie, dat wel door die twee belangrijke movements aangestoken is geweest. Want uiteindelijk is het allemaal een vorm van bewustwording. Hè, dat is wat de laatste jaren echt gewoon in een soort acceleratiebekend is gebeurd. Op vlak van gender, op vlak van ras, op vlak van echt gewoon eigenlijk alles, zal ik maar zeggen. Ook naar mensen met een beperking, hè, want dat is ook intersectie. Jij hebt Represent opgericht, dat je ook bij Filmfest hebt eigenlijk voorgesteld. Ja. Wat is Represent? Represent is eigenlijk een project, ook vanuit een noodzaak, vanuit mijn observatie in eerste plaats als burger die hier leeft en is opgegroeid en in tweede plaats als actrice ook en dingen gevoelsmatig aangevoeld maar ook gewoon door onderzoek en wat we tegenkomen zien dat bepaalde groepen in onze beeldtaal toch niet correct of heel weinig of niet in hun gelaagde menselijkheid worden vertegenwoordigd. En ik vond dat frappant, want dat gesprek over diversiteit is eigenlijk in de audiovisuele sector ook al een tijdje bezig. De noodzaak naar. En ik voelde van, oké, we zijn hier al jaren over bezig, maar waarom zie ik nog steeds in wat dat er gecreëerd wordt, wat dat er uiteindelijk op ons beeldscherm komt, dat we toch nog die beginnersfouten maken of we er niet in zitten. En vanuit die frustratie die echt bij mezelf is begonnen, maar ook door met mensen te praten, dacht ik van, oké, wat kan ik vanuit mijn positie doen als actrice en als burger? En ik dacht van, dat gesprek is in de onderkant of is vanuit die onderkant al lang bezig. Er worden artikels over geschreven, onderzoek over gepubliceerd enzovoort enzovoort. Maar die sector is een aparte bubbel. En hoe dring ik door tot bij hen? Want zij zijn degene die het creëren. Dus vandaar wou ik met Represent eigenlijk een project op poten stellen waarin we het gesprek aangaan, in zijn ruwheid, in gewoon echt aangaan. En ook nadenken van hoe kunnen we samen hieruit komen. En niet over 5 jaar op hetzelfde punt staan. Want dat is wat we de afgelopen 10 jaar hebben gedaan. Dus echt met de makers, met de creatievelingen, met de producenten, met iedereen die zich daarin voortbeweegt, gaan bekijken van oké, hoe kunnen we hieruit geraken? Hoe kunnen we die beeldtaal veranderen, zodat het niet schadelijk is voor een bepaalde groep die hier
tweede, derde generatie eigenlijk veel, veel dichter bij elkaar staan dan wat er nu wordt gepresenteerd, ja, eigenlijk, bij wijze van spreken. En dat is zo, zo, zo belangrijk. Want de beeldtaal, als die verkeerd blijft, dan heeft dat als gevolg dat ik in mijn individueel leven elke keer mij moet verdedigen tegen, tegen die micro-ervaringen. En dus moeten we het beeld letterlijk tussen de oren van mensen echt veranderen door de verhalen die we vertellen en de beelden die we voorschotelen aan heel die generatie. Oude mensen, nieuwe mensen, jonge mensen. Dat is zo belangrijk. Heb jij de actiepunten gelezen? Ja, ja, ja. Ik vind dat... Ja, tuurlijk. ja, ik vind dat een ontzettend waardevol document. Omdat, en dat heb je hier al een paar keer gezegd. Je beseft het soms niet dat je discrimineert. En je beseft het soms niet dat je bevoordeeld bent. Zeker als je zelf een witte man bent, een heteroseksuele witte man, dan kan ik begrijpen dat je die gevoeligheden niet hebt omdat je zelf niet weet hoe het is om gediscrimineerd te worden omwille van je geaardheid of omwille van je gender. Ja. En dan denk ik dat dat gewoon iets heel goed is. Lees dat ene keer per jaar. Registreer dat, houd dat in je achterhoofd en elk document, elk dossier, elk project dat binnenkomt, zult je op een andere manier doornemen en je daar misschien bewust van worden. Dus, en dan komen we terug naar die quota bijna. Allee, die beeldtaal is iets, enerzijds quota van wie zit er in mijn team? Heb ik genoeg diversiteit? Okay, het is soms het woord is zo... Allee, het is op mensen van kleur, ja. Heb ik gewoon genoeg verscheidenheid in mijn team? Zijn het niet allemaal mensen die zoals mij zijn? Daar kunnen we quotas op doen, maar tegelijkertijd, ja, welke verhalen vertellen we? Welke mensen zetten we in beeld en blijven elke keer de moslim als iemand gevaarlijk? Ja. Iemand die niet het Nederlands helemaal bevat. Blijven altijd natuurlijk dezelfde verhalen vertellen? Want dat is, het zijn voor mij twee verschillende gesprekken. En dat is voor mij eigenlijk voor mij persoonlijk een belangrijker gesprek. Omdat ik ben hier geboren, mijn neefjes en nichtjes zijn ook hier geboren, maar zij hebben dezelfde mechanismes als mij waar ik niet geloof in mezelf. Waar ik in het geloof in mezelf echt heb moeten trainen. Van ja, je kunt eens, bijna mantra-gewijs. En dat is echt een probleem. Want als mensen inderdaad alleen maar de moslim op het scherm zien die gevaarlijk en een terrorist is... Ja, je kan ook de moslim een dokter maken, die bestaan. Ik ken er. Je kan ook de moslim een advocaat maken. Je kan de moslim eigenlijk alles maken. Ja. Snap je? Ja. En die frustratie leeft bij mij heel hard. Dat ik denk van, maar dat klopt gewoon ook niet meer met de realiteit. Nee, wel, dat is het. Het is niet alleen dat het jammer is omdat je bepaalde verhalen niet vertelt, maar je kijkt naar televisie en dan wandelt je buiten en dat is iets helemaal anders. Ja. En dat klopt gewoon niet. Dus Ja, en het is niet alleen dat het niet klopt. Het is echt heel nefast voor elke generatie die dat moet meemaken. Voor de eerste generatie, voor wij. Want ik ben intussen... Wacht, hè. Wanneer is dat de tweede generatie? Als jij hier bent geboren. Ah ja, voilà. Voor mij, voor de kinderen. En als we dat blijven doen, blijft dat heel nefast en krijgen, wat jij net hebt uitgelegd, dat die onzekerheid bij jezelf vertrekt, terwijl dat niks te maken heeft met jezelf, maar het heeft te maken met dat systeem rondom je. En daarom is het zo belangrijk en moet het voor mij eigenlijk helemaal geflipt worden. Ja, en je kunt het dan zelfs nog egoïstisch gaan bekijken in de zin van, ik word er ook als... blanke persoon alleen maar beter van, omdat mensen met een migratieachtergrond, als ze zichzelf gerepresenteerd zien, sterker in hun schoenen staan, gelukkiger zullen zijn en onze maatschappij gewoon fijner wordt. Dus ik denk dat begint op dat televisiescherm of op dat podium of in die film, maar dat een echte grote invloed heeft op ons als maatschappij en dat we daar uiteindelijk allemaal plezier van zullen hebben. Ja, want ik denk, de vraag is ook gewoon... Ja. Jij hebt bijvoorbeeld 2 jaar geleden de State of the Arts gedaan, samen met Aisha Cissé. En wat mij voornamelijk bijbleef, was wel... Er zijn 2 of 3 keer meer acteurs die afstuderen dan 20 jaar geleden, dacht ik. Tuurlijk. Zitten wij met een overzadigde markt? Allee, met een overzadigde sector die eigenlijk gewoon veel te veel mensen heeft en eigenlijk te weinig posities? Ik denk wel dat... Er zijn heel veel mensen die de ambitie hebben om acteur of actrice te worden, maar
de rollen zijn eigenlijk niet zo heel veel. Er kunnen niet oneindig veel films gemaakt worden of oneindig veel theaterproducties. En we zijn echt met heel veel. Dus het is sowieso voor elke acteur of elke actrice of elke regisseur echt wel vechten voor dat postje. En dan heb je nog die andere mechanismes. Ja. Dus dat maakt het wel heel moeilijk. Komt het nog goed, Cecilia, met de filmsector? Ik hoop het, want ik heb net een productiehuis opgestart. Ja, het zijn gekke tijden, maar ik merk wel zelf dat mensen kunnen gewoon niet zonder cultuur. Dus het gaat misschien wat koerswijziging kennen, maar dat kan niet dat het plots gedaan zou zijn met film, tv, theater, muziek. Dus ik ga ervan uit dat wij nog lang blijven bestaan in de film. De film bijvoorbeeld is al heel vaak doodverklaard, hè, bij de komst van televisie, bij de komst van home cinema, gigantische systemen. En die heeft zich altijd terug kunnen heruitvinden. Dus ik ga ervan uit dat wij... Er is nog nooit zoveel tv gekeken. Ja, dus, en ook, het zoekt andere platformen op natuurlijk. Ja. Netflix hebben we het daar net even over gehad. Veel streamingplatformen, ja, absoluut. Wij hebben in Vlaanderen ook een Netflix, of toch, dat beweren zij. Streams. Maar waar Netflix natuurlijk mikt op het gegeven van you don't have to be famous, we'll make you famous, mikt een streams toch duidelijk wel terug op gewoon lekker van bij ons? Ja, ik hoop wel dat Netflix de ogen opent van onze Vlaamse zenders. En dat, want als ik mezelf gerepresenteerd wil zien, dan zal ik sneller mijzelf terugvinden op Netflix dan op eender welke Vlaamse zender. En onze maatschappij wordt diverser, dus ze gaan het op een gegeven moment gewoon ook, denk ik, met hun rug tegen de muur staan van ah ja, niemand kijkt nog naar onze zenders, want ze vinden het allemaal. Dus op een gegeven moment gaan ze, denk ik, zelfs gewoon om te kunnen blijven bestaan en om financiële redenen die stap toch moeten zetten om diverser te worden. Maar de realiteit is ook wel, en dat heb ik gehoord van iemand die werkt bij een productiehuis, een jonge kerel die dan moet samenwerken met oudere bazen. En hij zei van, ja, kijk Aminata, ik geloof er heel hard in, maar het is gewoon nog niet dringend genoeg. Dat is heel hard om te zeggen, maar we hebben eigenlijk nog gewoon genoeg witte kijkers, die de producties die we maken, die waar zin in, die groep is nog breed genoeg. Dus als ik nu met dit project naar mijn bazen ga, is gewoon nog niet dringend genoeg. Misschien over 10, 20 jaar, maar nu nog niet. En dat is... En dat is een realiteit die er ook is. En waar we moeten durven als sector dan tegenin gaan of in die norm blijven. En ja, ik denk dat dat gevecht is een beetje nu. Ja, het gevecht en ook gewoon, als ik zie... Ik heb ook, doordat ik mezelf niet zag in film en muziek, ben ik dat ook op het buitenland gaan zoeken. Mijn neefjes en nichtjes doen dat ook. Ik zie dat ook. Die kijken heel weinig Vlaamse televisie. Dus ofwel is dat een trend dat gaat blijven bestaan, dat natuurlijk die minderheden die eigenlijk nu de meerderheid zijn, ook zoiets hebben van ja, ik haak wel af. En blijft gewoon natuurlijk Vlaamse film en serie, blijft inderdaad gewoon hetzelfde broek en laken. Dat is ook een mogelijkheid. Ja, maar dan tekenen natuurlijk, ze denk ik wel een beetje hun eigen dood. Okay. Dus... Allee, want de maatschappij wordt diverser, dus die groep gaat gewoon... Dus ofwel kunnen ze zeggen, we springen mee op die kar, ofwel doen ze het niet en dan denk ik dat ze verloren. Allee, en ik denk dat de reden waarom niet enkel economisch moet zijn, sowieso economische redenen is goed, maar eigenlijk ook... Mijn vader zei altijd, als je ze in hun portefeuille pakt, dan gaan de mensen heel snel... Wel, ik zeg dat is waar. Ik hoop dat we dat voor zijn en dat ze het sneller kunnen inzien. Maar als dat niet zo is, dan zal het op het moment zijn dat ze echt geld verliezen. Ja. Omwille van hun beperkte representatie, dan gaan ze het... Ja. En ik denk ook dat we de jeugd niet moeten onderschatten. Want op ons project, de Dag van de Diverse Filmberoep op Filmfest Gent, het aantal jongeren dat daar aanwezig was, als ik zie de reacties die ik krijg op Facebook, al 20-jarigen, echt mensen begin in 20'ers. Dus ik hoop eigenlijk dat die generatie dat bijna gaat opeisen. Ja. Echt opeisen. Dat hetgene is dat ze meer willen zien. En dan, dat er gewoon dat ze klem worden gezet, eigenlijk, bij wijze van spreken. Ja, dat er alleen maar dat soort ideeën komen. En ik merk dat nu wel. Ik heb soms wel contact met pas afgestudeerde makers die advies vragen of dit of dat, of gewoon die ik tegenkom, omdat ze zelf acteren. En ik merk wel dat die daar zelf veel... Die zien daar rondom hen en die kunnen gewoon niet anders. Dat is hun leven, dat is hun zijn, is gewoon divers. En
als die allemaal met die ideeën gaan komen die wel vol diversiteit zitten, ja, dan gaan ze op een gegeven moment niet anders kunnen dan er toch één uit te kiezen. Dus ik voel wel dat bij de jonge makers de ideeën en de verhalen wel een andere richting krijgen dan bij de oudere generaties. En ambities ook, eigenlijk. Ja. Ook. Ja. De ambities ook om te zeggen van ja, nee, zo willen we niet verder. Ja. Daar dus eigenlijk ook. Zijn we goed bezig, maar we moeten nog meer samenwerken vooral. Ja. Ja, ik denk... Het is inderdaad, als die minderheden, ik ga ze nu zo noemen, minderheden samenwerken natuurlijk, zodat die ook gewoon... Ja, een samen... grote groep worden. Ja, en ook gewoon zo meer leverage hebben eigenlijk om inderdaad wel verandering teweeg te brengen. Want het is echt wel nodig. Het is super nodig, maar de macht en de machtpositie van die instellingen en instituten is ook heel groot en heel breed. En die gatekeepers, dat is gewoon zo. En zij moeten... Dus die jongeren, dat is heel goed dat we die nieuwe energie en dat ze dat brengen. Maar we moeten ook die bovenkant meekrijgen als we sneller verandering. Anders is het nog trager. Ja. En ik heb dat geduld gewoon niet meer. Niet voor mezelf, want ik ben er doorgeraakt. Ik ben intussen 33, maar ik heb zoiets van... Sorry, maar die generatie achter ons, gaan we die toch niet hetzelfde doen meemaken? Nee. Dus vandaar ook dat ik mijn energie daarin steek. Want... Dat is ook iets. Hè. Je moet eigenlijk bewaken dat je ziet dat je creativiteit daar niet door beknot wordt en dat je blijft maken zoals dat onze ambitie is. Maar dat maakt wel dat je focus een beetje verandert, omdat die noodzaak en het belang daarvan ook zo groot is. Dus het is echt een beetje een soort evenwichtsoefening op dagelijkse basis. Maar iets zegt mij dat jullie met glans gaan lukken eigenlijk. Maar het is inderdaad jammer dat je nu gewoon eigenlijk... 100% alles kunt geven in dat maakproces. Maar op zich, onze stem bij tijd en stond gebruiken. En is gewoon de boom schudden. Ja. Gewoon de boom schudden. Ja, dat is echt zo. Ja, ik vind dat ook. Dat is dat leuk. Ik wil jullie bedanken om hier bij mij aan tafel te komen zitten en over het nieuwe normaal te spreken en wat er beter kan. Wij zijn al helemaal mee. Wij zijn helemaal mee. Ja. Nu de rest. Aminata, Cecilia, dank je wel. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja. Heel graag gedaan. Dan rest er mij enkel nog de ploeg achter het nieuwe normaal te bedanken, jullie thuis. Ik ben Jawad, jullie gastheer. En alsjeblieft, wees alles behalve normaal. Tot ziens. In het nieuwe normaal hoop ik dat iedereen van ons de openheid in zichzelf vindt om naar andermans verhalen te luisteren, andermans ervaringen te luisteren en dat een plek te geven in onze wereld, in wat we maken, in wat we creëren, in wat we aan elkaar vertellen. En hoop ik dat we zo evolueren naar een wereld waarin iedereen een plekje krijgt, iedereen mag bestaan, iedereen gehoord wordt, iedereen zich herkenbaar kan voelen in wat we vertellen aan de hand van verschillende media, of het nu theater, film, boeken zijn, kranten zijn, dat iedereen, ongeacht wie je bent, ongeacht je geslacht, je verhaal, je achtergrond, waarin je gelooft, waarin je niet gelooft, religie, dat iedereen een plekje kan krijgen en dat elk verhaal mag en kan bestaan. Dat hoop ik hier in het nieuwe normaal. Het nieuwe normaal. In het nieuwe normaal hoop ik eigenlijk dat ik mezelf tegenkom op het scherm. Dat ik vrouwen tegenkom op het scherm die boeiende rollen spelen. Dat ik LGBTQ mensen tegenkom. Dat ik mensen met een migratieachtergrond, met een beperking. Ik hoop dat het nieuwe normaal ongelooflijk divers is.